Dames en heren, de orde is te horen gestemd over het ontwerp van decreet houdende de aanpassing van het antidopingsdecreet van 25 mei 2012 aan de code 2015. Begin van de stemming. Einde van de stemberichtingen. Zie hier het resultaat. 113 leden deelgenomen, 113 ja, geen nee, geen onthoudingen. In dit geval neemt het Vlaams parlement het ontwerp van de decreet aan. Het zal aan de Vlaamse regering de bekrachtiging worden overgezonden.